zit op plooit, dat hij dan denkt. Bijna 30.000 toeschouwers in het stadion van PSV. Even zoveel vlaggen voor de kampioen. Honderden ballonnen aan de zijkant. En de aftrap met 11 PSV'ers op het veld die voor het eerst spelen als kampioen voor eigen publiek. RKC Waalwijk heeft afgetrapt in dit sfeervolle stadion. Het moest een feestmiddag worden. Die begint met een goede wedstrijd en een overwinning van PSV. Hij hoort erbij. Zijn aandeel is groot in het kampioenschap. En mocht niet ontbreken de topscorer en pechvogel Ruud van Nistelrooy. 29 keer scoorde die. 8 maanden komt hij niet aan voetballen toe. Bauma. Spits vandaag er is. Wat een seizoen heeft die man. Bauma, linksback, links op middenveld, linker aanvaller. Nu spits met Nielis. Wat een seizoen. Nielis. En een prachtig doelpunt in de vierde minuut. Een uitstekende volley van Mark van Bommel. Een uitstekende volley van Yuri Nikiforov. Snel doelpunt van PSV. Dat is precies wat Erik Gerritsen, uiteraard zijn spelers ook, wenste. De afgemeten voorzet van Belg en aanvoerder Nielis. En Nikiforov die zijn rechter er tegenaan krijgt. Van Dijk kansloos. 1-0. Dat belooft wel. Daar gaat de Graaf. Daar gaat PSV. Van Bommel. Kolka buitenom. Scandinavische snelle vleugels bij PSV. De Fin met de voorzet. En de 2 tegen 0. 10e minuut. Van Bommel.
lijkt een hele leuke middag te worden voor PSV. En een vervelende voor RKC Waalwijk. Van Bommel glimlacht nu al. Zijn zesde dit seizoen. Hij verdubbelt de voorsprong nu al. ...20.000 seizoenkaarten zijn er al verkocht voor volgend seizoen. Van Dijk met een vuist. Prachtig aangesneden. Door de bal heen zijn been. Technisch heel goed. Luc Niels. Ja, Eitje. Paniek achterin bij RKC Waalwijk. Niels mag het opnieuw proberen. Het is een gevaarlijke bal en de 3 tegen 0. 26e minuut. De score loopt zijn aarde op. André Ooyer mag scoren. Dat is zijn eerste dit seizoen. Hij brak begin van de competitie zijn linker kuitbeen. Speelt weer, is international en dankt Niels. André Ooyer. Met zijn hoofd. Van Bommel. Of direct doen. Aardige variant, maar eentje zonder groot gevaar. Van der Doelen. Rommedaal. Ooyer. Bauma voorin. Achterin een prachtige volley, zeg. Van Luc Niels. Dat had het doelpunt van het jaar kunnen zijn. Fantastische volley. Geweldig strakke voorzet op de slof van Niels. En wat een goal had dat geweest, zeg. Lucky Niels. Had gepast in de wedstrijd. Draait zich open. Paast op het hof. Maar daar zit weer een voet van een PSV'er tussen. Heinze speelt in op Van Bommel. Van Bommel op Niels. Niels, Luc Niels. Niels. Niels met de 4 tegen 0. Ja, hij verdient een doelpunt in deze wedstrijd. En kijk naar dat gezicht. Zo ontspannen. Zo tevreden. Kinderlijk eenvoudig. Staan daar toch 5 mannen in een geel shirt. Maar Niels trekt hem er gewoon in. Zijn 17e dit seizoen. Die 4-0 voor staat, maakt haast. Van Bommel. Bauma. Ja, zo komt hij ook nog voor de voeten van Vogel, die er ook nog eentje mag maken. 5 tegen 0. Nummer 99. Dus wacht op nummer 100. Kijk die oogjes. Ja, hij kan er ook niks aan doen. Zo vaak scoort hij niet, maar nu wel. Johan Vogel. 1 keer raken via een bips. Johan Vogel met zijn rechter. Zijn tweede pas dit seizoen. Bauma. De billen van Langrooy. Vogel. 5-0. Nog 1. Ivan, 71ste minuut.
Is dit een strafschop? Nee, dit is een doelpunt. Dit is nummer 100. En hij maakt hem. Chris van der Weerde. Ingevallen. Het shirt gaat uit. Het magische getal is bereikt. Chris van der Weerde gaat de boek in. Als maker van nummer 100 van PSV dit seizoen. Het is te hopen dat hij nog een beetje kan genieten van Nistelrooy. Moet haast wel in deze sfeer, ondanks alle ellende. Bogelund is ingevallen bij PSV. En RKC scoort. 72e minuut. Petrov maakt hem. Terwijl de omroeper nog vertelt dat het 6-0 is. Zijn het nu 6-1 en dat is de score van de heenwedstrijd voor PSV in Waalwijk. Even staat men nog te genieten van het 100ste doelpunt. En dan is Petrov attent. En prikt hij hem binnen. Van der Weerde. Bogelund. Terwijl Ivan nu als rechtsback speelt, omdat Van der Weerde er nog wel eentje in wil prikken. Die combineert nu uitstekend met Bogelund. En daar is nummer 7. Prachtig doelpunt. En het is Jan Heijnsen die al nadrukkelijk langzaam steeds meer naar voren ging. Omdat hij ook wil scoren die hem erin prikt. Het is het eerste doelpunt van Heijnsen dit seizoen. En wie gunt hem dat niet? Dat ding werd jaren geleden al weggestuurd omdat hij te oud was hier bij PSV. Kwam terug en wordt nu kampioen. Is kampioen met PSV. En scoort na het aangeven van Bogelund. En zo deelt iedereen in de vreugde. Scoren. Er gaat nog wat met Ferenc. Dat maakt hij niet zo vaak mee. Ernst Faber staat klaar voor het feest. Geblesseerd. Nummer eraf gefloten. En kan PSV het feest gaan vieren. Gebeurt 5 minuten voor tijd. Men wil geen toeschouwers op het veld hebben. De vreugde kan beginnen op het veld en wat later. Op het stadhuis in de stad. Het 100ste doelpunt werd gemaakt. Gerrits dolgelukkig. 6-1 de uitslag van deze wedstrijd van PSV thuis tegen RKC Waalwijk.